Was je er gisteren een beetje? Net. Kijk hoe leuk die cactussen zijn. Ja. Speciaal voor jou. Hallo. Hallo. Wat een gezelligheid dat ik mag aanschuiven. Je zit gewoon in de studio op een test, hè? Ja, Besef. Leuke theepot. Hey, dit is een beetje het verhaal. Een week geleden kregen we een bericht van een jongen, een van onze kijkers. En die had een vraag ingestuurd voor testen. En is naar aanleiding van die vraag getest. Wat was de vraag? Dat kan ik niet zeggen. Hij wil niet weten, hij wil het niet dat niemand thuis weet wie hij is. Oké, duidelijk. Ja. Maar nu was eigenlijk onze vraag van, hey, wat kun je tegen pesten doen? Mm-hmm. En hoe kun je daar het beste mee omgaan? En nu weet ik, omdat wij vrienden zijn, dat jij vroeger ook een beetje gepest bent. Ik word nog steeds gepest. Niet om mij. Nee, maar ik word nog steeds gepest. Tuurlijk. En als hoe was dat vroeger dan? Kijk, ik heb geen super heftig pestverleden. Maar dat komt omdat ik eigenlijk heel vroeg al wel van mezelf leerde afbijten omdat ik rugby speelde. Maar het is natuurlijk best wel heel simpel. Als je op 18-jarige leeftijd al een beetje kalend bent, dan ben je dat natuurlijk stiekem op 14-jarige leeftijd ook wel. Zij zei ze dat ik kaal was en dat ik klein was, want ik ben natuurlijk heel klein, 1,69, altijd mee gepest. En mijn naam. Mijn naam werd al heel snel JJ, werd het gay. Ja. Ja, nee. Werd heel snel gay, ja. JJ is zo'n mooie naam. Ja, maar ja. Het is zo'n coole naam, JJ. Ja, ik weet niet, ik vind het een hele mooie naam. Maar, ja. Hoe ging jij daarmee om? Nou, in het begin, toen speelde ik nog geen rugby. Was ik wat jonger. Toen vond ik dat moeilijk. En toen dacht ik bij mezelf, ja, er moet hier wat gebeuren. En toen, ja, dat klinkt heel raar. Maar toen begon ik met rugby spelen, voelde ik me wat zelfverzekerder. En toen ben ik gewoon een keer naar die jongen toegegaan die me heel erg pestte. En die heb ik gewoon, hoe noem je dat? Ja, die heb ik een klap gegeven. Ik ben nu heel blij voor jou, zeg maar. Ik wil niemand aansporen of agressief. Nee, helemaal niet zelfs, nee. Maar ik denk wel van je afbijten is in deze wel belangrijk, toch? Ja, nou, ik denk dat het essentieel is dat je van jezelf afbijt. Ja. Maar dat je vooral ook heel veel respect hebt voor jezelf. Maar het makkelijkste is mensen... ga je altijd pesten als ze denken, hey, kijk, daar hebben we hem. Dit is een makkie, weet je wel. Dus je bent klein of je praat wat anders of je bent gewoon onzeker over bepaalde dingen. Mm. Dat moet je nooit uitstralen. Je moet altijd gewoon doen alsof je heel zelfverzekerd erover bent. Ja. En gewoon alleen aan je eigen vrienden vertellen of aan je ouders, want daar kan je mee praten. En gewoon jezelf zijn en vooral heel trots zijn op wie je bent. Ja, ik ben. Ik ben trots op wie jij bent. Ik ben ook trots op wie jij bent. Tip 1 is dus... Ja. Als je je heel kwetsbaar voelt en dan wordt gepest, ga bijvoorbeeld een sport beoefenen, zoals rugby. Precies. Kickboksen. Of kickboksen of ga judoën. Ja. Of doe gewoon iets wat je heel erg leuk vindt, maar je wel heel zelfverzekerd maakt. Ja. Dat is heel belangrijk. Ik denk dat sporten altijd kan helpen. Precies. In alles, want je hebt ook teamgenoten dan. Ja. Ik zou een teamsport gaan doen of kickboksen, dan leer je ook veel mensen kennen. En dan hebben mensen toch eerder het idee van... liever niet. En tip nummer 2, ik hou van 3. Ik heb er 3 nodig, want anders kan ik hem niet afmaken. Ja, dat is goed, we maken er 3. Tip nummer 2 is, wees trots op jezelf en wie je bent. Mm. Dat is het allerbelangrijkste. Je moet je herinneren dat er maar 1 voor jou op deze planeet is. Wat letterlijk zo is. Dat maakt je... half. Bij jou, Lisa, een halfje. Ja, mijn vader lijkt ook heel veel op mij. Ik ben het halfje. Tip nummer 3, die maken we nog af. Praten met je vrienden over, met je ouders, met je familie. Want als zij het niet weten, dan weet niemand het. En iemand moet je kunnen vertrouwen. Zo simpel is het. Schaam je er niet voor. Ga praten. Doe mij een persoonlijk bericht sturen ergens. En we gaan kijken wat we ermee kunnen doen. Kom ik langs en trap ik ze op school allemaal in elkaar. En dat was een geintje. Maar wees zelfverzekerd en praten met mensen over. Je moet niet weten hoe vaak hij mij beschermd heeft. Maar soms ook terwijl er helemaal niks aan de hand is. Dus dan sta ik gewoon in de kroeg te praten met iemand. Komt hij aanzetten. What the fuck is going on? Dan denk ik, niks. Ik ben gewoon aan het praten met iemand. Ja, wat niemand weet is dat achter de schermen bij roadtrippers... er heel vaak is geweest dat ik te overbeschermd naar jou toe ben geweest. Ja. Vandaar even mijn excuses. Nee, je hoeft niet. Ik ben heel overbeschermd. Maar wees zelfverzekerd. Dat is het allerbelangrijkste. Maar als volwassene word je ook nog steeds gepest. Ja. So, you are not alone and I am here with you. Oh, wacht. Kijk, dat is ook iets wat ik bijvoorbeeld had. Ik ga toch, als we het toch over hebben. Ik vond vroeger boybands heel erg tof. Ja, ik ook. Ja, maar dat snap ik. Maar bij mij is het wel een beetje raar. Wat dan? Het is oké. Nee, het is niet oké. Ik wist altijd dat ik luister. Ja, wat we gaan doen is... We hadden het erover of je nog wel eens gepest zou worden.
Ik heb er wel een paar opgeslagen. Je moet weten dat wij hebben gewonnen. Ons team heeft gewoon roadtrippers. En niet iedereen was daar even blij mee. Nee. En dit waren de reacties. Ja, hier heb je er vast één. Kut Kaulo homo's. Met je kut connecties. Kut Ali Wali. Kut hoertje Tess. Kut Kraan met zijn feesttent. Kut JJ, je kankermoeder. Oh my god. Ja, mijn moeder vond die niet zo heel leuk. Nee, maar ik vind het niet leuk om te lezen ook. Ik noem nee. Vind je het lekker dat je dit nu ook even kan delen? Ik vind het heerlijk. Ja, ik vind het heerlijk. Even voor de duidelijkheid. Nou ja, je weet best hoe wij, ook met Wies en Sjaak, best wel veel dingen over ons heen krijgen. Oh, maar ook positieve dingen. En het mooie is dat het over het algemeen positief is. En wat ik wel wil is van, voor die jongen die gepest is, en dus nu eigenlijk teamsport moet zoeken en al die dingen moet doen die je zei, is er ook misschien een soort van oefening die we kunnen doen om van die frustraties af te komen? Ja, dan moeten we even kijken. Wat kunnen we hier doen? Ik neem eerst nog een slokje thee. Ja, we nemen eerst nog een slokje thee. Gaan we dat even bedenken? Zijn we zo terug? Oké, cheers. Oké, proost. Op pesten. En vooral niet gepest worden. Snap je. En op vrienden. Yes. Ja. Vrienden. Want 2015 was een mooi jaar. Ja. En 2016 is nog veel mooier. 2016. Hop. Ja. Dus, als je pest, dan moet je van je af leren bijten. Ta! Ja, dat is niet altijd vechten. Dat raad ik niet aan. Ik zou gewoon gaan praten. Maar als er dan toch van komt, hè, wat gewoon wel eens zou kunnen, ja, dan kan je in ieder geval nu tackelen. Want dat ga ik Tess leren. En als Tess het kan, dan kan echt iedereen het. Als er nu op Ace Team mensen getackeld worden, naar aanleiding van deze show, hè, Jay. Dan heb ik heel veel gezeur. Nee, maar het gaat eigenlijk gewoon om zelfverdediging. Precies. Toch? Alleen iets doen om jezelf te verdedigen. Ja, en om die frustratie kwijt te raken. Precies. Je gaat staan. Okay. Dus wat doe je? Je zet jouw voet tussen mijn voeten. Ja. Ja? Ja. Dan pak je mijn benen beet. Holy shit. Ja? En dan duw je me naar achter. Ow. Ik heb je. Ja? Oké, okay, dus wacht nog één keer in slow motion. Ja, in slow motion. Dus je komt ertussen, ja, met je voet. Ja, je moet het zo. Jij moet nu zo staan. Ja. Hop, ertussen, ja. Laag naar beneden. Ja? En dan beet pakken. Ja? En duwen. Ja, dat vind ik heel eng. Dan val je met je hoofd op de tafel. Nee, we moeten het doen. Nee. Je vraagt erom, dan kan je niet zeggen, maar doe het niet. Anti-pestoefening. Dit gaat niet goed. Dit is levensgevaarlijk. Let's do it. Drie, wachten. Jay, ja. Weet je zeker? Ja, ik weet het zeker. Ja? 3, 2, 1, go. Ja. Niet met je voet. Oh, nee, je moet je voet ertussen zetten. Niet schreeuwen. Okay. Gewoon ertussen. Zeker. Ja, hop, bam. Duwen, ja. Ja, die is perfect. Ik hoef helemaal niks mee te doen. Normaal moet je wel meevallen, maar dat kan niet, want we hebben nu een betonnen vloer. Maar ik vond hem top. Dankjewel. Zullen we samen even afsluiten? Dankjewel voor het kijken. Vond je deze aflevering ook leuk? Geef ons dan een duimpje omhoog. Vergeet vooral niet het duimpje omhoog. Je moet abonneren, laat een comment achter en natuurlijk volgende week weer kijken, want dit is het allertofste programma op YouTube. Testen. Heb ik met scheikunde vandaag zelfgemaakt vuurwerk gezien? Aluminium en ijzerrex. Aluminium en ijzeroxide. Iets om het warmer te maken. En voilà, we waren een beetje teleurgesteld, maar het was veel beter dan dit. Oh, is dit een belediging?